Darlien, ik denk dat het voor jou altijd een beetje uitkijken is naar jouw Nationale Missendag. Inderdaad, het is een beetje het startschot van een nieuw jaar. En het is uiteindelijk voor mij ook altijd leuk om al die meisjes die we gezien hebben op de preselecties terug te zien. Soms een beetje anders dan ik ze mij herinner, maar het is altijd heel tof om ze uiteindelijk dan echt allemaal samen te zien. Herinner je nog de allereerste keer dat je de Missendag lanceerde? Eigenlijk niet. Ik kan het mij eigenlijk niet zo goed herinneren. Ik weet zelfs niet welk jaar dat we daarmee begonnen zijn, maar ik denk 6, 7 jaar terug, maar nee, ik weet het niet. Het blijft toch altijd heel bijzonder om al die provinciale kandidaten terug te zien. Ik herinner mij nog dat we met de, dus we deden al onze persvoorstelling in Carré en we komen heel goed overeen met de mensen van Wonterhem. En we zeiden alleen, we zouden iets moeten doen met die 220 meisjes. En dan zei Hans direct, zei hij, allemaal in bikini. Ik zei, nee hoor, niet in bikini. Ik zei, we gaan ze wel voorstellen, maar niet in bikini. Maar het jaar nadien zei hij dan, allee, toch in bikini en zo. En ja, uiteindelijk hebben we dat dan gedaan en nu is dat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Maar in het begin vond ik dat een beetje raar om de meisjes in bikini in een discotheek te laten lopen. Maar eerst stellen ze zich gewoon voor in het topje, in een andere kleur. Want dat is ook wel leuk, elke provincie heeft zijn eigen kleur. Is dat bewust? Ja, dat was heel bewust. Omdat het is altijd heel moeilijk in het begin om al die meisjes te kennen. Daarom hebben we ook in der tijd het jaarboek uitgevonden. Om al die meisjes echt te leren kennen. Om te weten van waar zijn ze, van welke provincie, wat doen ze van studies, hoe oud zijn ze. En als we ze hier allemaal in dezelfde uniform steken, dan, of allemaal in hun eigen kledij, dan weten we het niet. Maar nu weten we bijvoorbeeld van, oké, Brussel hebben we bijvoorbeeld paars gegeven, omdat Anderlecht paars is. Luik heeft dat rood, omdat Standaard rood is. Antwerpen hebben we dat geel gegeven. West-Vlaanderen blauw, omwille van de kust en omwille van Club Brugge ook. Hè. En dan, zo kan je dat ook herinneren als je zo een meisje ziet, dan zeg je, ah, het is van die provincie. Omdat je zo die kleuren kan combineren aan iets uit de provincie. Heb jij de nieuwe Miss België al gezien vanavond? Oh, ik heb er al veel gezien, eerlijk gezegd. Ik denk, het zal een goede strijd worden voor de beste kandidaten die erin zitten. Maar om nu te zeggen, van ik heb ze gezien, ik heb er veel gezien. Nee, ik denk zelfs dat we moeite zullen hebben om uiteindelijk dan te zeggen, van kijk, dat zijn onze 20 finalisten voor Miss België. Ik denk dat er meer meisjes in zitten met het potentieel om mee te doen aan Miss België dan 20 meisjes. Dus we zullen wel zien hoe dat ze zich hoe dat ze zich gedragen, evolueren, hoe dat ze op het einde van de rit zijn in de maand september. Zijn er provincies die recht uitspringen voor jou? Ja, er zijn provincies waar heel veel mooie meisjes zijn, waar het echt moeilijk ook wordt voor dan een Miss te kiezen. Ik denk dan voornamelijk aan Vlaams-Brabant, Limburg. Ik vind dat twee provincies waar heel veel mooie meisjes zitten. Wat mij opvalt, veel sterke kandidaten zijn Luik. Inderdaad, Luik is ook een zeer sterke provincie. Ja. Dat zijn zo de drie waar ik het meeste... Maar ja, ik zie overal in elke provincie zie ik goede meisjes. Maar dat zijn toch wel provincies waar het heel moeilijk zal zijn om zelfs een Miss te kiezen, omdat ze allemaal zeer goed zijn. En ja, je zou af en toe meerdere Missen moeten kunnen kiezen. Hè. En blijf je vasthouden aan het magische getal van 20 finalisten? Of kan dat ook eens 25 worden bijvoorbeeld? Ja, nu loop je weer op de dingen vooruit. Dat zou kunnen, ja. Het verdere traject, de komende maanden. De meisjes gaan in hun provincie veel leuke dingen doen, denk ik. Ja, de meisjes gaan voornamelijk in de provincie activiteiten doen. Af en toe gaan wij daar ook naartoe. Maar het tofste dat nog op het programma staat, is uiteraard de provinciestrijd. Waar dan we dan sporten, met allemaal samen. Maar uiteindelijk heerst er een enorme competitie, omdat elke provincie wil winnen. Het is uiteindelijk een provincie die wint en het is altijd heel leuk en heel ontspannend ook. En, het is iets anders dan hier. Hier is er meer stress mee gemoeid omdat ze op het podium moeten praten en omdat ze op tijd moeten zijn en hun defilés moeten kunnen. Daar is het echt helemaal ontspannen sporten en amusement maken. En je huidige Miss Noemi, tevreden over de keuze? Ja hoor, ik ben heel tevreden over Noemi, ja. Noemi is iemand met een heel sprankelend karakter en ik vind dat een heel mooie eigenschap voor Miss België. Wat mij opvalt, heel veel mensen zeggen, ze blijft gewoon de Noemi zoals we haar al kenden van in het begin. Ze is niet beginnen zweven. Ja, dat klopt. Nu, misschien is dat wel iets dat ik ook niet zo direct zou zien, maar ik vind dat ook wel... Allee, ja. Noemi is iemand waar ik een hele nauwe band mee heb, die ook vaak bij mij thuis logeert en ja... Ik kan er ook heel veel tegen zeggen. Ik kan haar veel leren. En ze is gretig om alles aan te nemen. En, het is een hele toffe. Hoe schat je haar kansen in op Miss World of Miss Universe?
Goh, ik vind dat zeer moeilijk, omdat eigenlijk tot nu toe hebben wij nog nooit in de top 20 van Miss World gezeten. Waarom, weet ik niet. Misschien gaat Noemi het verschil maken. Op Miss Universe hebben we al een paar keer in de top 15 geweest. En de drijfveer moet er enorm zijn bij die verkiezingen, denk ik. Ze moeten ook zien, dat is bij ons ook een beetje, ik moet zien dat een meisje wil Miss België worden, dat zij dat wil doen, dat zij bereid is om op alle vragen van de mensen te antwoorden, zowel voor foto's als voor handtekeningen, gewoon vriendelijk zijn tegen iedereen. En ik denk dat je dat ook moet tonen daar. Maar natuurlijk, ja, je moet ook de mix hebben van vele factoren en ik zal ze proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Ik was sterk onder de indruk van de reportage die ik zag in Cambodja. En kan dat geen extra troef zijn op een internationale verkiezing, tonen dat Miss België zoveel geld naar een goed doel gebracht heeft en daar zo'n mooie dingen verwezenlijkt? Ja, eigenlijk het beginstadium van het goede doel was eigenlijk speciaal voor Miss World. We moeten dus voor Miss World tonen dat we iets doen voor kinderen. En we zijn dat beginnen doen op eerst een beetje kleinere basis, maar nu heeft dat grotere proporties aangenomen. Vorig jaar hebben we €28.000 aan het goede doel geschonken. Dat is heel veel. En ik denk het wel. Ik heb natuurlijk ook wel altijd de neiging om het ook allemaal in België te spenderen. Maar ik denk, wat Noemi in Cambodja gezien heeft, dat heeft toch wel haar ogen geopend. En dat is een unieke belevenis voor haar geweest. En ja, ik denk als ze daarover vertelt op Miss World, dat dat wel impact zou kunnen hebben. Ja. Een allerlaatste vraagje. We hebben twee heel mooie presentatrices voor de 6 jaar Miss Items feest. Ja, dat is waar. Onze eerste eredame, die zeker capaciteiten heeft om ook Miss België te worden, misschien ooit. Hè? En Justine de Jonkere, die gaan inderdaad bij jullie presenteren. Sherine in het Frans en Justine in het Nederlands. Maar deze avond hebben we ook twee mooie presentatrices. Hè? Dat is juist. Laura en Noemi zijn ook een heel mooi duo. Trots waarschijnlijk ook dat jouw missen presenteren. Ook leuk voor hen, een unieke kans. Ik vind het voornamelijk belangrijk ook voor hen dat ze die kans krijgen, zodanig dat ze podiumervaring krijgen, dat ze weten hoe het voelt om op een podium te staan, dat ze ook voelen of dat iets is die hun ligt. En ze nemen dat altijd gretig aan, dus ze doen dat eigenlijk wel heel graag. En ik vind het een goede oefening. Bedankt voor deze babbel, Darlien. Dank u wel.